We naderen het eind van de verkeersveiligheidsmaand en er is nog geen verandering te bespeuren in het rijgedrag van onze weggebruikers. Dit zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De verkeersveiligheidsmaand is dit jaar voor de 8e keer georganiseerd. Het doel is een brede invulling te geven aan en de aandacht te vragen voor een verantwoord en veilig verkeer. Het thema van de maand is hard rijden brengt onnodig lijden. WIP geeft aan dat alle samenwerkende actoren actief bezig zijn geweest hiermee in de afgelopen maand. De politie is wel bezig met handhaving, maar actief bedoel ik dat we zowel vanuit het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en vanuit het ministerie van Justitie, wij actief met voorlichting aanwezig zijn. Educatie naar de gemeenschap toe, om de gemeenschap meer te informeren over hun eigen rijgedrag, maar ook over de verkeersregels, welk gedrag van de gemeenschap wordt verwacht. Daarmee zeg ik niet dat wij niets eraan doen, maar we moeten een stukje besef komen op het rijgedrag. En aan de andere kant moet elke weggebruiker die verantwoordelijkheid hebben, die men heeft meegekregen bij de rijlesopleidingen. Want ik ga ervan uit dat elke bestuurder van een voertuig, anders dan een fiets of een bromfiets, rijles heeft, onderwijs heeft gehad. En dat men in elk geval heeft meegekregen wat van hun wordt verwacht in het verkeer. WIP geeft verder aan dat burgers terug moeten denken aan de rijlessen die zij hebben gekregen. Die zijn namelijk de basisregels. De overheid kan niet alleen voor de verkeersveiligheid zorgen. De medewerking van de samenleving is hierbij nodig, benadrukt WIP. Ja, toch, we kunnen wel zoveel mogelijk boetes uitschrijven, maar ons rijgedrag, onze mentaliteit in het verkeer moet wel gaan ombuigen om zodoende tot een veilig verkeer te komen. Houden wij ons aan de regels, houden wij ons aan de verkeersregels zoals die wettelijk zijn vastgelegd, wat betreft de hoogte van de voertuig, inclusief lading, dat wettelijk is vastgesteld op 3,80 meter, dan hebben we dit soort problemen niet. Weggebruikers die rijden wegmobilair aan en die rijden gewoon door. Men bekommert zich niet aan de schade die men heeft aangericht. Het verkeerslicht op de hoek van de Kwartaweg, Kerkaanweg, is een paar weken geleden ook aangereden. Het verkeerslicht hing boven de weg. En die veroorzaker die rijdt gewoon door. Toch de mensen melden niet, iedereen gaat gewoon door. Het interesseert de mensen niet dat het schade is aangericht. Okay. Het probleem is voor het ministerie. De gemeenschap klaagt naar het ministerie toe. Maar laten wij ook kijken naar de regelen van de mensen. Waarom vertonen wij dit asociaal gedrag dat bij schade men het niet meldt en men gewoon doorrijdt? Gelukkig hebben wij de beelden van Safe Camera City, Safe City project, waarbij wij de veroorzakers kunnen achterhalen. Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van OWTNC. Wij spraken hem in het kader van de afsluiting van de Verkeersveiligheidsmaand. De maand is voor de 8e keer georganiseerd en wordt morgen afgesloten.